Beste kijkers van De Nieuwe Wereld, ik sta hier voor congrescentrum Antropia te Zeist, waar het congres Pandemische Paraatheid plaatsvindt. Het centrale thema van dit congres is de evaluatie van het coronabeleid van de afgelopen 2 jaar. Wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd en hoe kan het beter? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Thomas Bolle, Wierd Duk en ik hebben het onderdeel media voor onze rekening genomen. Hoe heeft de media geopereerd de afgelopen jaren? Hoe kan dat beter? En hoe zorgen we ervoor dat bij een volgende calamiteit we op een andere manier met elkaar in gesprek treden en ook andere afwegingen maken dan de afgelopen 2 jaar is gebeurd? Ik wens jullie veel inspiratie uit het verslag dat hieronder volgt. En tot een volgende uitzending bij De Nieuwe Wereld. Ik wil graag naar voren voor het volgende panel. Hè? Zeker, Tessel. Ja. We gaan het hebben over beeldvorming. Beeldvorming in de media ook. Ad Verbrugge, Thomas Bolle en Wierd Duk. Geef ze een applaus. Je krijgt nieuw water. Ga zitten. Neem plaats. Hi. Hi. Tesselblok. Kusentje. Ik zie je nog alles. Ga jij het water verzorgen? Ja, bij deze hier doe ik het anders. Geef ik de fles door. Dan zeg ik eventjes gauw wie is en jij gaat verder. Ad Verbrugge. Over there. Filosoof. Presentator van De Nieuwe Wereld. Politiek activist. Gaat dat ver? Nee. Wat jij wil. Muzikant. Gaat niet ver genoeg? Oké. Thomas Bolle in het midden. Hij is journalist, onder andere bij Follow the Money, bij De Correspondent en ook bij diezelfde Nieuwe Wereld. Dat is overigens een tv-kanaal, hè? Een YouTube-kanaal. YouTube. Ja, ik noem het een tv-kanaal. Ja. Het is beeld. En naast mij Wierd Duk. Hij is journalist, ook historicus, journalist bij De Telegraaf, columnist. Schuift hier en daar aan tafels aan en nu op een kussentje naast ons. Joep. Ja, eigenlijk, jou het begin. Eigenlijk hebben we één belangrijke vraag aan jullie. En we zijn gewoon heel benieuwd hoe jullie daar verschillend naar kijken. Maar het doel van deze bijeenkomst is de wens die hierachter zit, achter de organisaties, om het gesprek op gang te krijgen en op een constructieve en goede manier, zodat we er als samenleving wat aan hebben. En dat we uit onze bubbels komen en dat we met elkaar in gesprek gaan. Dus wij dachten, hier zitten 3 specialisten die daar wel wat zinnigs over kan zeggen. Dus als eerste, Ad, zou je kunnen duiden, wat zie je nu gebeuren? Hoe gaat dit gesprek, naar aanleiding van de crisis, de coronacrisis en andere crisis, hoe gaat het gesprek? Wat valt jou op? Nou, wat me vooral opvalt is dat er vrijwel geen gesprek plaatsvindt. Hè? Dus, ik heb nog meer te zeggen hoor. Dus, kijk, er is net een rapport uitgebracht onder leiding van de WRR en de KNAW. Waar ik geloof een 15-tal maatschappelijke organisaties. 14. Ook, 14, ja. Nou, kijk eens, aan bijgedragen hebben. En ik heb het ook even bekeken. En wat daar meteen opvalt, is eigenlijk dat er best over verschillende scenario's wordt nagedacht. En wanneer zo'n rapport in 2018 zou zijn verschenen, dan had je er geïnteresseerd naar kunnen kijken. Maar het is nu 2022 en wat je zou verwachten is dat er eerst eens een fundamentele evaluatie plaatsvindt over wat we nu hebben gedaan, wat dat heeft opgeleverd, welke schade dat heeft veroorzaakt eventueel. Kortom, dat je de balans opmaakt. En ik heb in 2020, de zomer, eigenlijk al een artikel geschreven, is ook verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift van het CDA. He, dat, ja, precies. En dat was de kunst van het maat houden. En daar zei ik al, eigenlijk na die heftige maanden, nu is het tijdstip aangebroken, dat je echt de balans opmaakt. En probeer toch nu het allemaal wat rustiger is, om overzicht te krijgen van wat hebben we precies gedaan en wat zijn de gevolgen daarvan. Nou, er werd zo even ook al naar de kwalies gerefereerd, er zijn rapporten verschenen. We hebben toen ook al lang kunnen overzien wat dit met kinderen deed, wat het in achterstandswijken deed, wat het met, laten we zeggen, het midden- en kleinbedrijf deed. En ook wat voor verwachtingen je zou mogen hebben van maatregelen. Nou, er is nu natuurlijk nog een aantal lockdowns is daarbij
voorbij gekomen, avondklokken. We hebben ondertussen ook gezien hoe er een vaccinatiecampagne is ingezet. En ook daar weer met bepaalde beloften die zijn gedaan en ervaringen die we hebben opgedaan. En wat mij opvalt, en dat geldt, ik bedoel, ik ben geen specialist, maar wel filosoof. Dus je kunt nog wel enigszins nadenken. Dat bepaalde thema's, die kon je eigenlijk al heel vroeg die kritisch bevragen. Nou, dat de politiek op dat moment dat niet toe in staat is, Allah. Maar dat ook adviesorganen dat in onvoldoende mate doen. En dat de media daar vervolgens op geen enkele manier is een vraag over stellen. Dus gewoon nu op dit moment, waarom gaat Denemarken bijvoorbeeld pas vaccineren vanaf 50 jaar? Wat zijn hun overwegingen eigenlijk? Mm-hmm. Wat mij opvalt is dat er een heel nog steeds monolithisch narratief ontstaat. Dat er heel weinig ruimte wordt gecreëerd. En dat de media daarin... Niet alleen voor mij hoop ik, maar wat is een monolithisch narratief? Nou ja, dus een narratief waar eigenlijk geen ruimte meer zit om vragen te stellen. Ja. Jij verwees net naar, je zei van, heb ik in de media niet gezien. Nou ben jij zelf zichtbaar in Nieuwe Wereld. Is, als je het dan over de media hebt, heb je het dan over... ook de Nieuwe Wereld, of heb je het dan ook waar Wereldkerk actief? Nee, we hebben het over de mainstream media. Dus wat we de traditionele media noemen. Ja. Ik zal niet alles over één kam scheren, maar gewoon de teneur. Ja. Bedoel, Telegraaf doet zeker ook bij monden van Wierd Duk de laatste tijd ook wel zijn best. Maar als je zeker kijkt... De laatste tijd, onthoud je dat even? Want we hebben het over 2,5 jaar. Hè? Ja. Laatste tijd. Nee, maar die waardering is er. Die waardering is er. In de pandemie aan het woord gelaten. Nee, zeker. Nee, absoluut. Ja. Absoluut. Want Joep, jij zegt inderdaad, hè, hoe doe je dat zelf? Helemaal in het begin hoorden we Ewald Engelen zeer genuanceerd fuck de pers roepen. In zijn algemeenheid. Ja. In Nederland. Ja, daar zit hij. In Nederland. Niet over deze drie natuurlijk, dat begrijp ik. Maar Thomas Bolle, jij bent journalist, onder andere bij Follow the Money, bij De Correspondent. Voel jij je aangesproken als Ewald Engelen dat zegt, maar ook als je buurman zegt... De pers heeft het toch in Nederland ook wel een beetje laten liggen om echt kritiek te leveren of nieuwe inzichten gewoon op te roepen. Om eens even buiten de gebaande paden te treden, omdat het allemaal zo nieuw en eng was. Voel jij je daartoe aangesproken? Nou, ik identificeer me niet als de pers. Dus nee, maar je bent er wel een dus onderdeeltje van. Ik ben zelf ook... ik vind dat het juist goed is om ook kritiek te leveren op instituten. En de pers is ook een instituut, een machtsinstituut. En het is juist de rol van journalistiek om de macht te bevragen. En ik denk dat het belangrijk is om die rollen van media te definiëren. Want we praten over de media, maar hebben we het dan over journalistiek? Of hebben we het gewoon over entertainment? Want dat is ook een belangrijke rol van media. En ik denk dat die zaken heel veel door elkaar gaan lopen. En dat we ook een overvloed hebben aan entertainment en opiniemakers die hun gut feeling geven en lekker stemming maken. En eigenlijk niet echt gedegen onderzoek doen. En we hebben tekort aan onderzoeksjournalistiek, waar mensen echt tijd spenderen aan het uitzoeken. Hoe zit het nou echt? Wat zijn de feiten? Wat zijn de opinies? Hoe kun je daarnaar kijken? Hoe kun je dat interpreteren? En daar heb je wat aan, want dan kunnen we dingen ook leren daarvan. En dan kun je dus ook dan help je de bevolking om op basis van jouw onderzoeken ook zelf een mening te vormen. Want dat zie jij wel als een taak van... Dat is een taak... In elk geval de geschreven journalistiek bijvoorbeeld. Van alles wat journalistiek zich journalistiek noemt. Dus we hebben meer onderzoeksjournalistiek nodig en minder opiniemakers. Maar media in het algeheel, kijk, ook als je op een gegeven moment een grote groep kijkers hebt, dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Dus het is niet geheel vrijblijvend. Je kunt niet, als er veel mensen zich op jouw analyses baseren, kun je niet zomaar
broddelwerk de wereld inslingeren. Het is ook een verantwoordelijkheid dat je gaat kijken, wat wordt hier gezegd, is dat onderbouwd? Dus als je bijvoorbeeld gaat over de minister roept iets, dan moet je als goede journalist gaan kijken, oké, waar baseert hij zich op? Een model. Dan ga ik zelf dat model analyseren en als ik het niet snap, dan bel ik iemand als Ronald Meester op van, hey, kun je me helpen? Ja. En vaak, maar ik vind eigenlijk ook daarbij, als ik Ronald Meester opbel, dan moet ik zelf wel ook naar dat model hebben gekeken. Want ik moet wel begrijpen waar het over gaat. Want ik moet ook weer niet zijn visie alleen maar gaan opschrijven. Dus het is echt gewoon... Het is hard werken. Het is gewoon een vak. En dat moet je goed verstaan. Nou ja, kijk. Mag ik dat zeggen? Ja, Wiert, daar ben je het mee eens. Nou ja, deels. Kijk, Thomas werkt voor een heel ander medium dan ik. Hij werkt voor inderdaad een onderzoeksplatform. Ik werk voor een massamedium. En in het begin van die pandemie wisten ze niemand wat op ons afkwam. En we hebben wel de verantwoordelijkheid om voor in totaal iets van, weet ik veel, 600.000 mensen of zo te schrijven en te duiden wat er gaat gebeuren. En dan kun je op datzelfde moment niet tegen je lezers zeggen, joh, misschien valt het wel mee met dat coronavirus. Of er zijn ook mensen die iets heel anders beweren dan de officiële instanties. Of de World Health Organization bijvoorbeeld. Dat kun je op dat moment, die verantwoordelijkheid kun je bijna niet nemen. Omdat je dan heel veel twijfel zaait. Pieter Klok was de hoofdredacteur van de Volkskrant. En die zei letterlijk op dat moment van, ja, in zo'n tijd van crisis moeten we maar even het overheidsnarratief volgen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar ik snap wel de verantwoordelijkheid die heeft. En ik herinner mij die eerste persconferentie van Mark Rutte. Toen hij het had over, we gaan voor groepsimmuniteit. Ik wist toevallig, omdat ik mij had voorbereid en met mensen had gesproken die hier verstand van hebben, dat groepsimmuniteit met dit virus helemaal niet kan. Dat kan wel, maar dan riskeer je tienduizenden doden. Dus toen zei ik tegen mijn collega's van, jongens, dit kan helemaal, wat Rutte hier zegt, kan helemaal niet. Maar de druk van die persconferentie en Rutte als staatsman, en ook kijk eens hoe goed hij het doet, en dit is wat we moeten gaan doen met z'n allen, hè, we gaan met z'n allen dat virus bestrijden en zo. Daar kwam ik helemaal niet doorheen, joh. Ik kon roepen wat ik wil. Bij jouw collega's niet? Nou, bij niemand niet. Ook bij een hele kleine groep mensen, hè, misschien bij Ad of zo, of bij een hele kleine groep mensen die verstand hadden van wat de virus en wat dit virus doet. Maar natuurlijk helemaal niet bij mijn lezers. En prompt een paar dagen daarna al moest Rutte zich corrigeren. Hè? Van, hij had quasi niet gesproken over groepsimmuniteit. Nee, we gingen toch op. Hè? Dat was een verspreking of zo. Terwijl, en wat ik wil zeggen is, zelfs hij dus op dat moment wist niet wat de vereiste omgang met het virus zou worden. En ook omdat hij waarschijnlijk niet echt goed gebriefd was door Van Dissel. Maar wat is dan, denk je, vraag ik ook even aan Atta, natuurlijk aan jullie alle drie, de verantwoordelijkheid van de media, dan heb ik het over op alle kanalen. Moet je eerlijk zeggen, eigenlijk weet niemand het nog. Het lijkt allemaal heel erg, maar zodra we iets zeker weten, komen we bij u terug. Of ga je eerst, ja, daar hebben we het hele middag al over, heel stellig iets beweren, om vervolgens, dat doen ze in de politiek, steeds teruggefloten te worden. Nou, op het moment dat er een virus aankomt waarvan wordt gezegd dat het het killervirus is, dat werd op dat moment gezegd, en dat vooral onze ouderen zal gaan treffen, en wat uiteindelijk ook gebeurd is, want er heeft een slachting plaatsgevonden in de oudere zorghuizen, wat een schandaal is overigens. Dan kun je niet zeggen van, jongens, valt allemaal mee. Want er zijn ook 3 of 4 dissidenten die zeggen, het valt allemaal mee. Nee, maar ik valt wel mee. Maar de zekerheid waarmee allerlei dingen werden gemeld, juist om de onrust, zeg je dan, hè, te beteugelen, ja, dat is niet misschien, maakt natuurlijk dat die onrust alleen maar groter wordt als heel snel blijkt dat die zekerheid er helemaal niet is, dat die niet gestaafd kan worden. Daar ben ik niet met je eens. Want die onrust werd pas groter op het moment dat, en dat heeft al Ad aangekaart, dissidenten stemmen opkwamen, waarvan je ook kon begrijpen op een gegeven moment, hey, die heeft echt wel een punt. Want het virus slaat niet zo toe op die manier. Of het virus slaat wel toe in bepaalde populaties, maar niet in alle populaties. En dat was zichtbaar op dat moment. Dat was de ervaring. We werden allemaal ervaringsdeskundig. En toen werden die mensen ook niet aan het woord gelaten. En dat vond ik fout. En daar heeft Ad een punt. Dan hadden de media hadden daar wel een taak gehad om ook die andere geluiden, die ook wetenschappelijk onderbouwd waren in vele opzichten, te laten praten. Dat heb ik geprobeerd. Ik heb een rubriek in de krant. Dus ik heb Ronald aan het woord gelaten. Ik heb Ad aan het woord gelaten. Omdat ik dacht, ja, maar dit als je nu niet het platform geeft, dan ga je, wat jij zegt, de complotten voeden. Ja, misschien in reactie op jouw vraag. Hè, wat zou dan de taak van de media zijn? Nou, het is terecht natuurlijk, Thomas zegt, je hebt allerlei soorten media.
Maar idealiter wordt er in ieder geval ruimte gecreëerd. En ruimte creëren, en dat hoeft niet iedereen te doen. Dat hoeft niet door iedere tafelgast te worden gepredikt. Maar je verlangt wel naar die momenten. Zeker als je dat combineert met de rol van een Tweede Kamer. Waarin je toch een stap terug doet, ook in die media. En een zaak enigszins in perspectief probeert te trekken. Dus ik heb me vrij goed ingelezen al in een beetje zo februari. En ik had wel een zeker beeld. Dat was natuurlijk nog niet, was nog heel veel onduidelijk. Maar in de loop van die maanden, maart, april, begon het toch wel het een en ander binnen te druppelen. En dan kun je een gedifferentieerde boodschap gaan gaan verkondigen. En daardoor kun je ook een veel redelijker gesprek gaan voeren met elkaar in de Kamer. En dan kun je gaan zeggen, oké, waar zitten de risicogroepen? Wat gebeurt er als we deze generieke... Waarom benaderen we het zo generiek? En wat gebeurt er als we die maatregelen zo generiek en voor iedereen doorvoeren? Wat voor slachtoffers vallen er dan? En wat mij opviel is dat, laten we zeggen, het sentiment hoogtij vierde. En nogmaals, ik heb ook met iedereen te doen die wiens vader of moeder komt te overlijden, of wiens partner, evident. Maar van de politiek wil je, en voor een deel ook van de media, want de media vormen nu eenmaal de publieke ruimte. Het is het forum of de agora, maar dan in een digitale of een virtuele omgeving. Dus we willen toch dat gesprek met elkaar, ook om bepaalde moeilijke maatregelen op een gegeven moment door te kunnen voeren. Dus je moet, en dat hoeft niet iedere krant, hoeft niet iedere radiowetsen, maar je moet gewoon goede plaatsen hebben waar een wat rustiger gesprek plaatsvindt. Dan was het dus wel enorm hinderlijk dat dit verhaal gekaapt werd door Forum voor Democratie. Een beweging die het virus in feite ontkende. Het kon gekaapt worden, precies op die manier, omdat die redelijke stem ontbrak. Dus ja, het is. Dat is. Dat is precies wat je krijgt. En ik vind dat echt ook, er zal een zelfbezinning ook binnen de media plaats moeten vinden. En nogmaals, het gaat er niet om alles over één kant te scheren. En ook niet alle journalisten over één kant te scheren. Maar de teneur is er toch één geweest, tot op de dag van vandaag. En waarin we niet die afstand kunnen nemen en zeggen, oké, wat betekent het nu lange termijn? Wat doet dat met jongeren? Wat doet dat met levens? Wat zijn de voor- en nadelen rond vaccinatie? Wat zien we daar voor schaduwzijden aan? Wat ik vooral merk, ik heb onlangs weer eens 1984 gekeken, dus dat er een taal opkomt. Niet die newspeak. De nieuwspraak, jazeker. En dat geschiedenis herschreven wordt. Ik sprak onlangs iemand die zei, ja, maar die vaccins die waren toch helemaal niet bedoeld tegen als bescherming voor besmettelijkheid. Ik zeg, kom nou, daar was het hele 2G-beleid op gebaseerd. Weet je? En dus dat we eigenlijk geen heldere verhaal hebben over wat hebben we nou allemaal gezegd, wat hebben we gedaan, hoe zijn dingen gelegitimeerd. En ik vind dat de politiek daar enorm heeft laten afweken, weet ook de Tweede Kamer. En dat de media ook niet die ruimte hebben gecreëerd. En daar kun je nog een stap natuurlijk verder. Hoe komt dat weer? En dan denk ik dat we echt op, en dan hoef je niet naar conspiracy, maar dat daar ook, laten we zeggen, op structuurniveau ook echt wel belangen in het spel zijn die ongezond zijn. Thomas, zal ik maar gewoon reageren wat hier gezegd lijkt. Ik heb een vraag, ik vind het wel interessant dat je zegt, kijk, in zo'n situatie, pandemie, onbekend, hè, we weten niet wat er moet gebeuren. En de regering pakt het voortouw en die kiezen een bepaalde lijn. Dat is denk ik ook de rol van de overheid, die proberen die situatie te managen. Alleen, wat is dan de rol van de media om een verlengstuk te zijn van dat beleid? Nou, ik denk, natuurlijk ga je laten zien wat de overheid zegt. Maar ik denk dat er die balans dus heel belangrijk is, dat er ondertussen meteen al ook dat verhaal van de overheid bevraagd wordt. Want anders word je een propaganda doorgeefluik. En dat is wel een belangrijk verschil. Propaganda is een normaal iets. Er moet
een boodschap worden gebracht. Dat is wat de overheid doet. Alleen jij moet als media wel ook er scherp op zijn. Dat je in ieder geval een groot deel van je mensen inzet om dat narratief vanaf het begin te bevragen. Dat is denk ik heel belangrijk. In dit geval, kijk. Mijn hoofdredacteur Paul Jansen heeft het overigens ook zelf gezegd. Dat we wel wat... Daar enige tijd wel wat kritischer hadden mogen kijken. Wat meer afwijkende stemmen aan het woord hadden moeten laten. Dus die zelfreflectie is er wel. Maar nogmaals, als je aan het begin staat van wat feiten zoiets dramatisch is als een oorlog, hè, met dat virus. Althans, dat dachten we allemaal. Ja, maar dat is juist om dan onmiddellijk al... Maar daar begint het alweer, dat je in die termen spreekt. Omdat dit was het... Wiert, dat is precies wat ze verwijten. Maar dat is precies wat ze zeggen. Ik kan helemaal geen verwijt zijn. Daarom slikte ik het ook onmiddellijk in. Geen verwijt. Maar het is oneigenlijk verwijt. Maar juist die... Want we kunnen ook dingen die dus achteraf veel kleiner blijken, maar ook... Je kunt dingen gewoon opkloppen. Je kunt altijd crisis hebben. He, dat zien we ook gebeuren. We zitten in permanente crisis. En als je dat gebruikt, dat kan voor een overheid, is dat de beste manier om te regeren. Als er altijd crisis is, dan kan je je macht consolideren. En dan is het juist de taak van de media om te kijken hoe groot is die crisis nou daadwerkelijk? Wat zijn de feiten? Zijn we niet ook onnodig angst aan het zaaien? Want dat kan ook schade doen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Kijk, ik ben net zo kritisch op de overheid als jij. En ik zie op allerlei dossiers, tot mijn grote verbazing, dat de media in de pas lopen met het gezag. En dat is niet alleen op dit dossier. Dat is op allerlei dossiers waar ik toevallig ook af en toe verstand van heb, dat ik denk, waarom zijn die geluiden niet wat kritischer? Maar toch was dit anders. Dit was niet een politieke keuze waar media achteraan gingen lopen. Het was niet een politiek besluit waarvan je kunt zeggen, nou, daar kun je voor of tegen zijn. De algehele indruk wereldwijd was, er komt iets op ons af, we begrijpen het nog niet goed, maar het kan dat killervirus zijn. En hoe gaan we hiermee om? En dan kun je niet zeggen op dat moment, oké, dat is een politiek besluit dat er een virus komt. Nee, het was. Weet je? Dus als jij dan het verwijt maakt van, je had in het begin kritisch, of jullie hadden in het begin kritischer moeten zijn. Hoe kun je daar nou kritisch op zijn als we nog helemaal niet wisten wat er precies op ons afkwam? Laat ze nog even, Thomas, daar antwoord op. Nou ja, het lijkt mij dan ook, want deze situatie... Eén seconde, Thomas. Thomas mag 1 seconde hierop reageren, Joep. Ja. Kijk, die onzekerheid, die was in het begin, maar daarna wordt dus ook... werd er snel al veel meer bekend. En dan is het narratief ook niet in de media bijgedraaid. Dus op dat moment zit je eigenlijk al, denk ik, collectief in wat Ad eigenlijk zegt, dat je in die koker zit. En dan is het ook moeilijk, hè? Want dan wordt het een stuk moeilijker. Want dan moet je in één keer ook kritisch zijn op de stukken die je 2 maanden geleden hebt geschreven. Dat vereist ook een bepaald soort kwetsbaarheid. Nog maar één ding. Je mag zo. Ik wil heel even naar het publiek. We komen hier absoluut terug. Joep. Mijn naam is Kees-Jan van de Klooster. En ik ga me bijna een beetje afvragen. Deze twee heren, u bent een journalist, begrijp ik. En na 2,5 jaar... Ik ben geen journalist, maar ik heb wel een beetje wat bekeken. Vraag ik me af, zijn jullie op de hoogte van bijvoorbeeld de influenza pandemic stakeholders meeting op 22 januari 2019, waar onder andere ook de heer Van Ranst heeft gesproken? Of event 201, wat ergens oktober 2019 heeft plaatsgevonden. Is natuurlijk allemaal goede voorbereiding voor stel dat het gebeurt. Maar zijn jullie op de hoogte van deze meetings? Je bedoelt te zeggen dat destijds de IC's ook overliepen en dat we daar... Nee, u begrijpt me niet verkeerd. Ik heb het over de influenza pandemic stakeholders meeting die gehouden is, waar Ab Oosterhuis de voorzitter van was. Ja. En waar meneer Van Ranst een prachtig verhaal heeft gehouden, hoe je de mensen zoveel mogelijk... Je moet zorgen dat je zo snel mogelijk boven op de media zit. Want dan ben jij de eerste. Je bent dag en nacht bereikbaar. Wacht even. Jongens, dit loopt helemaal hier. Dit volgt niemand meer. Nee, de vraag was duidelijk, waren ze op de hoogte? Heb je daar een antwoord op? Ja, ik ben... Ad knikte van ja, maar die andere twee? Ze waren daarvan op de hoogte. Ja. Mona. Ja. Nee, ik heb nog ruimte voor 1. Dat is die meneer aan de buitenkant. De rest is... Mona, jij wilde... Stak jij al? Nee, sorry. Oh, maar dit is een classic. Dat ik 2 Elena. Blonde vrouwen... Oh my god. Ga staan. Sorry. Ja, ik draai me om. Ja, precies.
Vergeef mij. Ja. Ja, ik draai me ook een beetje naar Ewald, maar ook wat daar net werd gezegd. Kijk, ik denk dat we met z'n allen vaststellen dat de eerste reactie van de media inderdaad eentje was die we niet wenselijk vonden. Hè? Laten we het daarop houden. Maar ik wil wel gezegd hebben dat er ruimte moet zijn voor een zelfcorrigerende mechanisme. Ik heb zelf de ervaring met Maarten Keulemans van de Volkskrant, die we natuurlijk allemaal kennen, die heel veel best wel misleidende dingen, denk ik, heeft geschreven. Hij is uitgenodigd. Hij is meerdere keren daarvan beschuldigd, ook door mij. En wat hij vervolgens is gaan doen, is mij bellen, appen, e-mailen. Elke keer als hij een vraag heeft, dan moet ik hem echt even nageven. Dan e-mailt hij mij en dan vraagt hij mij om wetenschappelijke stukken. En dat heeft er gisteren wel toe geleid dat hij een stuk heeft geschreven wat ik zelf graag een jaar geleden al in de krant had gehad. Tuurlijk. Maar het feit dat hij over nu eindelijk de discussie over de oversterfte op papier zet. Ik ben blij. Iedereen vroeg mij van Eline, waarom word jij niet geciteerd? Ik hoef niet geciteerd te worden. Ik heb hem gevoed. Hij heeft mij daarvoor bedankt. En hij brengt het in de krant. En ik vind wel dat zolang we vak media blijven roepen, dan zal dat zelfcorrigerende natuurlijk nooit gaan plaatsvinden. Als je nou de Telegraaf... Ja, even, Joep. Bierdukken. Als je nou de Telegraaf had gelezen, had je in december 2021 uitgebreid stuk over oversterfte. Maar van dezelfde strekking wil je zeggen? Nou ja, met Ronald Meester en Pieter Omtzigt en ook Ruben van Gaal, het CBS. Dus, en dat was een prima stuk waarin die vraag werd opgeroepen waar we nou eigenlijk mee te maken. Ja. Ewald. Ik hou hem vast. Ja, je houdt hem vast natuurlijk. Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens hoor, dat we moeten streven naar een pers die zelfreflexief is en die dus terug durft te keren op eerdere dwalingen. Dat gezegd zijnde, denk ik dat het heel goed is, ook voor het publiek hier, om te beseffen dat we de laatste 15 jaar een megaconcentratie in het Nederlandse medialandschap hebben meegemaakt. 80-90% van in ieder geval de dagbladen is in handen van drie Belgische concerns. Er wordt enorm veel geld mee verdiend. We hebben een publieke omroep die eigenlijk steeds meer entertainment aan het doen is en steeds minder nieuwsgaring aan het doen is. De ruimte voor onderzoeksjournalistiek, waar Thomas terecht de nadruk op legde, is enorm afgenomen. En ik heb de indruk, en dat heb ik in ieder geval gestaafd gekregen via WOP-achtige documenten die uit Duitsland naar voren zijn gekomen. Hetzelfde verhaal is ook bekend uit het Verenigd Koninkrijk, dat er inderdaad direct na het bekend worden van die pandemie van overheidswegen in die twee landen in ieder geval een poging is gedaan om, ik zal het woord toch maar even gebruiken, gelijkschakeling van de media te bewerkstelligen ten einde Operation Fear te gaan doorvoeren. En dat is allemaal gedaan, dames en heren. En ik bedoel, je hoeft het boek niet te onderschrijven om de titel in ieder geval mee te nemen. To manufacture consent. He, er moesten gedragsveranderingen bij de populatie bewerkstelligd worden die radicaal braken met onze normale manier van samenleven. En de media zijn gebruikt om dat te doen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Punt, nee, ik moet je... Ja, het is goed. Punt is duidelijk. Ja. Maar, Joep, 1 seconde om, want dit, hier mag nou, iemand van de media, ja, hier mag iemand van de media nog even op reageren. Ik werk voor, want zij worden Ad of Thomas of Wiert. Jullie zijn misbruikt. Dat uit een Belgische uitgeverij, althans die is eigenaar van de Telegraaf. En ik heb hier nooit iets van gemerkt. Dus, maar dat zegt niet dat het niet zo was. Ik zou toch wel in mijn positie heus wel weten als er gepraat werd over gelijkschakelen van... Nee. Vinden jullie... Heel even nog, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom, het gaat misschien wel een beetje om, maar het gaat vooral om dat bij media heel veel kennis ontbreekt. Omdat er steeds minder journalisten steeds meer werk moeten doen. Ook werk in thema's moeten duiken waar ze helemaal niet zoveel verstand van hebben. Nee, wel... het gaat me even, dit gaat, dan gaan we weer helemaal... Ik wil alleen even weten, Thomas, voelen jullie je misbruikt? Dat wat Ewald Engelen zegt? Nee, ik wil even, ik laat dat even, want ik wil, zou eigenlijk vooral even naar de toekomst willen kijken. Want wat denk ik belangrijk is, dat we allemaal behoefte hebben aan goede duiding van wat er gebeurt in de wereld. En daar moet dus ruimte zijn voor die verschillende perspectieven. En ook het niet-overheidsperspectief. Daar moet gewoon ruimte zijn voor die kritiek en om daar discussie over te voeren. Wat we nu zien ontstaan, is dat er toch veel alternatieve kanalen ontstaan. En ik denk dat het aan de ene kant dus heel goed is. Daardoor krijg je toch dat geluid, komt wel ergens naar buiten. Alleen daar verliezen we dan vaak ook weer de journalistieke normen. Dat je dus goed onderzoek doet, dat je dat onderbouwt, dat het geverifieerd wordt. En dat je daar ideologische tunneltjes krijgt. En
dat is denk ik heel slecht voor wat we in het begin zeiden. Van als je nou juist met elkaar in gesprek wil, moet je dus niet al die tunneltjes krijgen. Maar moeten we ook gewoon wel echt op plekken waar gewoon veel mensen bij elkaar komen, die diversiteit kunnen lezen. En dat zijn toch ook de grote dagbladen. Dus daar ligt wel echt een uitdaging. En op tv. Ja. Dankjewel. En tenslotte, ja. Ad nog even. Ja, nee, ik sluit me daar natuurlijk helemaal bij aan. Even in reactie op de eerste ontwikkeling die Ewald schetste. Ik denk dat het niet voor niets is dat uitgerekend in deze periode inderdaad die alternatieve media ook zo zijn opgekomen. Dat geldt dan ook voor ons kanaal. We bestonden al een stuk langer, maar we hebben een enorme groei doorgemaakt. En dat is geen toeval. Ja, en wat Thomas zegt, dat herken ik natuurlijk ook. Tegelijkertijd valt mij ook op, en dat hebben we onlangs ook gezien rond Big Tech. Zelfs een goede, eerwaardige meneer als John Campbell is vanwege het thema oversterfte gecensureerd. Je ziet ook dat ook in die sociale media toch wel heel lastig is om een open gesprek te voeren. Daar hebben wij zelf inmiddels ook de nodige ervaring mee. En ik denk wel dat ook hier het wel een taak is van de politiek om ruimte te openen. En nogmaals, daar heeft iedereen ook zijn verantwoordelijkheid in. Daar ga ik helemaal in mee. Maar er moeten ook wel dingen aan de orde kunnen worden gesteld die misschien buiten een narratief vallen, maar die wel besproken moeten worden. En dan is het ook heel belangrijk, en daar hebben we zelf ook ervaring mee, dat ook, laten we zeggen, reguliere wetenschappers, hè, die, laten we zeggen, aan de universiteit een veilige positie hebben, dat die ook gewoon zonder angst ook tegenover bijvoorbeeld een Theo Schetters durven komen te zitten, om daar gewoon een open gesprek te voeren met elkaar over wat er aan de hand is. En ik heb gemerkt dat we de afgelopen 2 jaar ook in dat opzicht echt met een verstikkend klimaat hebben te kampen, waarin eigenlijk mensen niet meer durven te spreken. Ja, en dat is niet alleen een doodsteek voor de wetenschap, dat is eigenlijk ook een doodsteek voor de democratie. Dankjewel, Wiert, Thomas en Ad Verbrugge. Dankjewel. Dank jullie. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.